Van Aarden. Duw van Vossen. Maar hij werd eerder daarvoor vastgehouden, zegt Mumenthaler, door die nummer 13, Milanic. Dat is zo'n Sloveen. Die zit dus nog wel beschikbaar gesteld voor Joegoslavië. Vrije trap is voor Nederland. Kieft voor de goal. Robits achter de bal. Daar is Kieft, daar is Stambul. 1-0. En nu telt hij wel. Wim Kieft. Nou, dat breekt de wedstrijd dan misschien open. Vrije trap van Rob Witsche. Zoals eerder gezegd, dat kan niet goed. Prima kopbal van Wim Kieft. 18e minuut, tweede helft. Daar is Kieft. Hard en scherp met het hoofd naar de bal geslagen. En het is raak. 11e doelpunt van Kieft voor Oranje. Michels dus. De Milanees, Rijkaard en de kant van Barcelona, Koeman naar de kant gehaald. En de Milanees van Basten heeft al helemaal niet gespeeld. En hier komt de kans van Van Vossen. Hij moet uithalen met links. Hij doet het zo. En zo kan het natuurlijk ook. Want dan maakt Wouters gewoon die goal. Dan is het 2-0. Goed werk van Peter Van Vossen. Je zou zeggen, je kan uithalen met links, maar... Hier mankeert ook niets aan. En zo schiet Wouters van een afstandje van 17 meter met een droge knal het Nederlands elftal naar 2-0. Dat gaat lekker zo winter denken. Ik ben er nog niet in of het wordt 2-0.